hebben 8 strategische lijnen bepaald. Maar als ik daarnaar kijk, denk ik dat de belangrijkste wordt om meer buitenlanders naar onze regio te halen. En ik denk dat wij daarvoor onze internationale profielen, onze internationale ligging in het hart van Europa, ja, toch wel heel sterk meer moeten gaan benutten. Investeer in de innovatie van dat product, want het is hard nodig. Ook vanwege het perspectief naar deze regio voor werkgelegenheid. Want een LED-agenda alleen maar voor kenniswerkers is natuurlijk mooi. Maar het zou iets moeten zijn dat ons allemaal bindt in heel Zuid-Limburg en zelfs in de EU-regio. Totempalen zoals Nature Wonderworld kunnen enorm helpen. Of het jaar van de mijnen 2015 in Heerlen, hè, grote evenementen. Of bijvoorbeeld de 220 kilometer bike trail. Hè, dat zijn allemaal zaken die helpen om die internationale klant te gaan bereiken. Wat gaan we doen? Een widget. Een widget is een klein schermpje op de openingspagina van een hotel waar je meteen ziet wat de top 10 attracties zijn de komende tijd in Zuid-Limburg en de EU-regio en eventueel tot Düsseldorf, Brussel. Stel je voor dat een Picasso-tentoonstelling is in Düsseldorf. Dan wil iedereen er naartoe, maar dan moeten ze in Zuid-Limburg overnachten. Nature Wonderworld wordt een prachtig, zeer onderscheidend themapark met als thematisering de 7 wereldnatuurwonderen, doorspekt met attractiewaarde, maar bovenal een magneet voor de Limburgse leisure-industrie. Van 1,5 naar 2 nachten bijvoorbeeld. Dat betekent een enorme economische factor, werkgelegenheid. Maar bij de culturele sector hetzelfde. We hebben hier de Warhorse volgend jaar april. Daar wil iedereen naartoe. Dan moet je wel kunnen overnachten in Zuid-Limburg. Als je kijkt naar de miljarden omzet en de vele toeristen die hier ieder jaar verblijven, dus de economische impact, maar ook de werkgelegenheid die daaraan gekoppeld is, dan kunnen wij gewoon gevoeglijk zeggen, het is de kip met de gouden eieren.